Vervigen is één met de natuur. 21 juni, de dag van de zonnewende, is bijzonder voor hem. De spiritueel aangelegde Brunssumer viert dan de zon. De zon is zo belangrijk voor ons. De zon is voor ons leven. En leven betekent heel veel voeding krijgen voor straks in de winter, wat heel veel mensen dus niet hebben. Dat is voor mij wel belangrijk, ja. Met de zon kun je ook geld verdienen. Dat weet Ruud Loeven als geen ander. De verkoper van zonnepanelen hoopt vandaag extra veel zonlicht te vangen. Dat klopt, ja. Naarmate er meer uren zon is, is de opbrengst natuurlijk van zonnepanelen en van een zonnecollector groter. De langste dag betekent natuurlijk ook de kortste nacht. En van korte nachten, daar weten muzikanten weer wat van. Dat klopt wel, inderdaad, ja. Al hou ik me er zelf niet zo mee bezig met dag of nacht of donker of licht, zeg maar. Voor mij is een dag 24 uur. En daarin zou je het moeten doen, hè. Iedere dag opnieuw. Wat levert zo'n langste dag, 21 juni, nu op aan zonne-energie? Nou, in geld uitgedrukt denk ik zo per set van 3 panelen zo gauw toch 4 kilowattuur. Ik heb daar 3 sets staan, zonnepanelen, dus dat zijn 9 panelen en die leveren dan 12 kilowattuur op. Maal zeg maar 20 cent, dus dat is 3,60 euro op zo'n dag. Wat gaat u vandaag doen met zonnewende? De zonnewende ga ik vandaag, ik ga het feesten met muziek, met ook didgeridoo, een Shamaanse trommel, met een jambees. Van de langste dag van het jaar kun je ook een beetje droevig worden. De zomer is dan wel begonnen, maar vanaf morgen worden de dagen langzaamaan weer korter.